Veel mensen hebben ermee te maken. Lichtflitsen zien, gevolgd door een vervelende hoofdpijn, gevoelig aan licht en geluid, misselijk en braken. Migraine is een mysterieuze aandoening die we nog niet volledig begrijpen. Krijg je migraine van chocolade? Vanuit Eldorado in Humbeek. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Stel je voor, je bent met je familie naar televisie aan het kijken en plots zie je in de rand van je gezichtsveld een gekarteld wit draadje bewegen. Je polst even bij de overige gezinsleden. Niemand lijkt er last van te hebben. Je denkt dat er iets mis is met de televisie. Ook niet. Je negeert het, maar het blijft aanwezig. Dat vervelende witte draadje dat beweegt in je gezichtsveld. Na 15 minuten verdwijnt het even geruisloos als het gekomen is. Je tracht te denken, je te forceren, we zijn er vanaf. Maar na een half uurtje komt er plots een steeds heviger wordende, bonzende hoofdpijn tevoorschijn. Je strompelt naar boven. Je kan nog net de kracht vinden om aan je familie te vragen om stil te zijn, de gordijnen dicht te doen. Je bent misselijk, je kan het braken nauwelijks bedwingen en je kruipt in bed. Je ligt stokstijf, de pijn te verbijten. Je neemt wat pijnstilling en uiteindelijk val je toch vechtend tegen de pijn in slaap. De dag nadien word je wakker, min of meer pijnvrij, een beetje dronken, maar je bent er vanaf. Je hebt net je eerste aanval van migraine met aura doorgemaakt. Wat is dat nu eigenlijk, migraine? Velen van ons kennen wel, zijn vertrouwd met die hoofdpijn, maar hoe manifesteert zich dat nu eigenlijk? Migraine, dat kent geen eenduidige criteria. Er zijn heel veel vormen van migraine. Het kan zich op veel manieren manifesteren. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat iedereen, elke patiënt met migraine, schrijft een beetje zijn eigen migraineverhaal. Langs de andere kant zijn er heel veel mensen met migraine. Ongeveer 15% van de bevolking krijgt in meer of mindere mate te maken met migraine in zijn leven. Tot zelfs 2% van de bevolking ongeveer die wat we noemen chronische migraine heeft, wat wil zeggen meer dagen wel dan geen hoofdpijn. Een bijzonder invaliderende aandoening. Hoe manifesteert zich dat nu eigenlijk een volledige migraineaanval als die tot zijn volle ontplooiing komt? Bij migraine, een aanval van migraine, kunnen we verschillende fases onderscheiden. We hebben eerst een prodromale fase, dan een aura. Ongeveer 1 op 3 van de patiënten met migraine maakt een aura door. Dan hebben we de hoofdpijnfase, die we het best kennen. En dan hebben we de postdromale fase. We beginnen met de prodromale fase. Het minst gekend, het meest mysterieus, en veel patiënten die ze wel degelijk ondergaan, zijn ze er niet van bewust dat ze een prodromale fase doorgaan. Gekenmerkt door al wat moe zijn, humeurig, moedswings. De partner zal het merken dat er een migraine zit aan te komen. Men is dorstig, men is soms hongerig naar bepaalde voedingsbestanddelen, vaak zoetigheden. En het is die fase die gedreven wordt door de hypothalamus. Een kern in de hersenen, een beetje de thermometer van ons lichaam die in contact staat met biologische ritmes van ons lichaam. Bijvoorbeeld het slaap-waakritme. Deze fase, deze prodromale fase, kan tot 2-3 dagen duren. Dan komt de aurafase. 1 op 3 patiënten maakt deze door. Die, zoals in het inleidend verhaal al aangetoond, het meest gekenmerkt wordt door visuele fenomenen. Flikkeringen in de rand van het gezichtsvat. Flitsen, vaak met een gekartelde rand. Maar het kan ook gekenmerkt worden door tintelingen één kant van het gezichtsvat. Of moeilijk op de woorden komen, of woorden niet begrijpen. Of, nog zeldzaam, zelfs een volledige verlamming kan voorkomen. Wat is die aura eigenlijk? Een aura wordt gekenmerkt door wat we noemen cortical spreading depression. Een golf van verminderde doorbloeding die over de hersenen raast. En die golf begint achteraan in de hersenen en gaat dan naar voren.
En het is omwille van het feit dat hij achteraan begint, dat hij bijna steeds gekenmerkt wordt, en meestal blijft het daar ook bij, door visuele fenomenen, die flikkeringen in het gezichtsveld. En dan komt dus de hoofdpijnfase. Die kennen we het best. De klassieke migrainehoofdpijn is eenzijdig, kloppend, vervelend, dermate vervelend dat we de rust willen opzoeken of op zijn minst inspanning willen vermijden. Lichte geluid verdragen we niet en of we zijn misselijk, al dan niet met braken. Maar van waar komt die pijn nu eigenlijk? Want, wellicht weten jullie dat, de hersenen zijn zelf niet gevoelig voor pijn. En migraine is wel degelijk een hersenaandoening. Maar de hersenen zelf zijn ongevoelig voor pijn. We kunnen aan de hersenen opereren bij iemand die niet verdoofd is. Dat wordt gedaan in de klinische praktijk, wakkere neurochirurgie, om bijvoorbeeld ondertussen de functies van de hersenen goed te kunnen nagaan. Maar waar zitten die pijnstructuren dan wel? Die zijn aanwezig in de hersenvliezen en de bloedvaten die zich om en rond de hersenen begeven. En dat systeem, dat pijngeleidingssysteem, dat heet het trigeminovasculair systeem. Als het ware de motor van de migraine, verwijzend naar bloedvaten, vasculair, en anderzijds naar de nervus trigeminus, de drielingzenuw, die ons aangezicht ook bezenuwt. Dat bezenuwingssysteem verloopt ook parallel met de structuren die onze nek bezenuwen. Vandaar dat nekpijn vaak zo prominent aanwezig is bij migraine. En het is dat trigeminovasculair systeem dat soms in overdrive geraakt bij patiënten met migraine. En die overdrive kan ervoor zorgen dat die pijn steeds makkelijker gegenereerd wordt, waardoor er een fenomeen kan optreden zoals bijvoorbeeld allodynie. En allodynie wil niets anders zeggen dan niet-pijnlijke prikkels die als pijnlijk ervaren worden. Waardoor bijvoorbeeld een patiënt met lang bestaande en heel invaliderende migraine het niet meer kan verdragen dat er een zonnebril gedragen wordt, dat de behaarde hoofdhuid aangeraakt wordt of het haar gewassen wordt of dergelijke meer. Allodynie, een heel vervelend fenomeen bij migraine. En dan kennen we de posttraumale fase, die ook nog eens een dag kan aanhouden, waarin mensen wel min of meer pijnvrij zijn, maar waarbij er toch nog een algemeen gevoel van uitputting aanwezig is en de cognitieve intellectuele vermogens nog steeds niet op punt staan. Dus als u dat nu allemaal gehoord hebt, dan kan u wellicht inschatten dat indien alles aanwezig kan zijn, indien die migraine zo uitgesproken tot uiting komt, dat het een bijzonder invaliderende aandoening kan zijn. En het is dan ook niet verwonderlijk dat de Wereldgezondheidsorganisatie heeft aanvaard dat migraine eigenlijk op lage rugpijn na de meest invaliderende aandoening is wereldwijd. Want het is onze misvatting, migraine is geen ziekte van onze westerse geïndustrialiseerde samenleving. Het is geen gevolg van ons stressvol bestaan. Integendeel, stress kan wel degelijk een trigger zijn van migraine, maar wellicht is ontspanning na stress een belangrijker trigger van migraine. Denk maar bijvoorbeeld aan de gekende weekendmigraine. Maar het is dat invaliderend karakter dat ervoor zorgt dat mensen met migraine steeds op zoek gaan naar hun triggers. Triggers die de migraine uitlokken. En dat kunnen velerlei fenomenen zijn. Voedingsproducten, zoals chocolade, maar ook andere voedingsbestanddelen, alcohol, weersveranderingen, slaapveranderingen of bepaalde geuren. Triggers kunnen verwijzen bijvoorbeeld naar die structuur in de hersenen die ik in die eerste fase, de prodromale fase, vernoemde, de hypothalamus. Triggers die te maken hebben met een verandering van het ritme, bijvoorbeeld het opbouwen van een slaaptekort of het overslaan van een maaltijd. Triggers kunnen dan ook weer verwijzen naar bepaalde voedingsbestanddelen, maar dan komen we wel in een soort van kip-of-ei-discussie, want bijvoorbeeld chocolade wordt vaak vermeld als trigger, maar zoals ik daarnet zei in die prodromale fase, hebben mensen soms trek in bepaalde voedingsbestanddelen, vaak zoetigheden, en zullen ze sneller grijpen naar chocolade, waardoor het wellicht niet de oorzaak is, maar eerder een teken dat er een migraine zit aan te komen.
En andere triggers verwijzen dan weer naar de relatie tussen migraine en de hormonale huishouding. Bijvoorbeeld menstruatie als trigger of beterschap van de migraine bij een zwangerschap. Het is door het feit dat het zo invaliderend is, is het heel begrijpelijk dat mensen op zoek gaan naar hun triggers. Maar vaak moeten we die zoektocht, die niet aflatende zoektocht, een beetje afremmen, omdat we moeten op een bepaald moment aanvaarden dat de migraine er is en dat een trigger niks meer is dan dat kleine duwtje die die persoon nodig heeft om op dat moment over de rand van een migraineaanval geduwd te worden. Maar anderzijds is het wel heel begrijpelijk dat mensen op zoek gaan naar hun triggers, omdat we op dit moment, jammer genoeg, anno 2022, nog geen genezende behandeling hebben voor migraine. We kunnen wel een en ander moduleren, enerzijds met behulp van pijnstilling, zowel pijnstilling, klassieke pijnstilling, of pijnstilling die specifiek ontwikkeld is voor migraine, waarbij we wel de belangrijke kanttekening moeten maken dat het overmatig gebruik van pijnstilling na een bepaalde tijd het probleem in de hand kan werken, dus hoofdpijn kan induceren. En anderzijds, een ander aspect van de behandeling, is zaken doen om migraine te voorkomen. Dat kan met behulp van medicatie, maar kan ook zonder medicatie, bijvoorbeeld relaxatiebehandeling en dergelijke meer. Ik kan even wel eindigen met goed nieuws. Migraine is een van de zeldzame ziektes die beter wordt met het ouder worden. Sommige dames verliezen de migraine bij de menopauze. Dus om terug te keren met het goede nieuws naar de slotvraag. Veroorzaakt chocolade migraine? Misschien wel, maar wellicht is het een teken dat er een heel vervelende hoofdpijn op jou zit te wachten.